Het is vrijdag 16 juni. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Vader van vermoorde Dordtse jongen Diego langer vast. Delfshaven schrikt wakker van explosie. En hoorzitting Rotterdam wegens oppakken van demonstranten tegen Zwarte Piet. De weersverwachting voor morgen. Wisselend bewolkt, maar ook opklaringen. In de middag vrij veel zon. Er staat een matige noordwestenwind en het wordt ongeveer 23 graden. De vader van de 10-jarige Diego in Dordrecht blijft langer vastzitten voor moord op zijn zoon. Volgens de rechter is er voldoende bewijs. De 10-jarige Diego werd in maart gevonden in de woning van zijn vader aan de Jan Vetkade in Dordrecht. Zijn vader werd diezelfde dag aangehouden. Enkele dagen later liepen een paar duizend mensen mee in een stille tocht voor de overleden Diego. Op de redactie is rechtbankverslaggever Paul Verspeek. Paul, vandaag kwam justitie met bewijs naar buiten. Waar bestaat dat uit? Nou, allereerst dat justitie zegt er was niemand anders in die woning geweest, hè, waar Diego is gevonden, behalve Marcel S. Dus dan moet hij het wel hebben gedaan. Verder schetst de justitie toch wel echt een zeer treurig beeld van het leven van Marcel S. vlak voor de dood van Diego. Hij was alcohol- en drugsverslaafd, stal geld bij familiebekenden en de voetbalvereniging. Dat was ook de reden voor zijn vrouw om een echtscheiding aan te vragen. En zegt justitie, sindsdien zien getuigen dat hij zich heel raar gaat gedragen. Hij heeft een pistool, is wanhopig op zoek naar cocaïne en schrijft een afscheidsbrief die later bij zijn ouders is gevonden, waarin hij stelt zoiets als van, nou ja, het is allemaal beter zo en Diego wil met mij mee. Kortom, justitie zegt, er is ook duidelijk een motief. Toch blijft hij ontkennen. Ja, hij was er zelf niet vandaag in de Rotterdamse rechtbank, Marcel S., maar zijn advocaten zei, ja, dit is een nachtmerrie voor hem. Hij heeft ook geen afscheid kunnen nemen van zijn zoon. Hij heeft het allemaal ook niet kunnen verwerken, kan zijn dochter niet zien. Dus hij vindt het vreselijk dat hij vastzit. En die twee, vader en zoon, waren onafscheidelijk. Dus er is helemaal geen motief. Zij vroeg om zijn vrijlating. Maar de rechter zegt, ja, er is voorlopig voldoende bewijs om hem vast te houden. Ja, die zaak gaat op 1 september verder. Paul Verspeek, dankjewel. Een flinke explosie vanmorgen in Rotterdam-Delfshaven. Een auto raakte daarbij vanmorgen zwaar beschadigd. Omwonenden zaten door de knal rechtop in hun bed. Dit is hoe de auto er rond 4:30 uitzag. De voor- en achterkant zijn er door de explosie volledig af. En de straat ligt nu nog vol met glas. Buurtbewoners kwamen vandaag de schade opnemen. Uw busje staat hier achter, die is ook beschadigd. Achter, ja. Ja. Staat gisteren om 7 uur geparkeerd, gisteren de bus. Wat hoorde u zelf? Ja, ik heb gehoord, ja. Ja, ik moet eigenlijk om 5 uur beginnen werken. Ja, ik ga wakker. Ik slaap boven. Ik hoor klang, bom. Ik zeg, kijk, wat gebeurt? Toen kijk ik die auto, ploef. De auto vatte geen vlam, maar is wel totaal los na de ontploffing. Het voertuig is afgevoerd voor onderzoek. De directe omgeving werd ook onderzocht op mogelijk verder ontploffingsgevaar. Nou, ik hoorde een hele harde knal om 1:00 vallen, 5. Dus ik ben gaan kijken en toen zag ik inderdaad die auto alle kanten stukken was. En ja, enorme ravage was het. Je weet niks, wat gebeurt? Ik dacht misschien vuurwerk. Of in januari. Ja. De politie onderzoekt nu de oorzaak van de ontploffing en of daar iemand verantwoordelijk voor is. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. En straks, een Rotterdamse vrouw verliest 10.000 euro's door de gedwongen sloop van haar huis. Als ik terug kijk, heb ik pijn in mijn hart. Hoor. Goed pijn. Er moest op het laatste moment nog flink wat aan getimmerd worden, maar als het goed is opent rond dit moment BN'er Gordon zijn eigen koffietentje aan de Coolsingel in Rotterdam. Blushing heet het. Ja, en of de werkzaamheden op tijd klaar waren, dat kan Mirjam de Wit ons vertellen, want die is ter plekke. Ja, Erik, ik sta op het terras van Gordon. Het is bijna allemaal af. Het is echt een wonder dat het er zo mooi allemaal uitziet. Want rond 12:30 postte Gordon zelf op Facebook nog een filmpje waarbij je echt dacht, komt dit allemaal nog wel goed? Volgens mij zag Gordon het zelf ook niet meer zitten. Maar het feest kan zo meteen beginnen. De officiële handeling is iets later, rond 17:30. Want ja, het loopt gewoon allemaal uit. Maar Gordon, zag je het nog zitten om 12:30? Nee. Ja, heel eerlijk. Ik had er nog wel vertrouwen in, maar toen ik die beelden zag, die mij werden toegestuurd. Toen dacht je al? Toen dacht ik echt van, oké, ik sluit me nu op in het Hilton. Ik spring er nog net niet vanaf. Nee. Dat deed iemand anders al. Leuke publiciteit is dat geweest voor Rotterdam. Nee, maar weet je, het gekke is dat zoiets altijd goed komt. En ja.
kijkt, optisch is het gewoon mooi, het is af. Ja. Maar het is natuurlijk nog niet af, want we moeten nog heel veel dingen nog de laatste puntjes op de i zetten. Maar weet je, het is goed genoeg om nu open te gaan. Ja. Maar waarom dacht je, ik kom naar Rotterdam? Sowieso vind ik Rotterdam de meest upcoming stad van Europa. Als je architectonisch kijkt, als je ziet hoe de stad zich heeft ontwikkeld zeg maar na het bombardement, wat er van overgebleven is en hoe de stad er nu uitziet, hoe hip en trendy het is. Ja, ik krijg bijna kippenvel als ik het zeg, maar dan vind ik het echt fantastisch dat ik hier mijn business mag beginnen. Ja, de Koolsingel wordt helemaal onder handen genomen. Dat wordt een soort Ramblas, zoals in Barcelona. Dus ja, dat is fantastisch straks. Dus ja, ik ben hier al. Ja. Wil je ons willen laten zien? Je krijgt de microfoon, Gordon. Oh. Dit is René. Dit is mijn steun en toeverlaat. Die heeft de afgelopen jaar zo hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Dit is TV Rijnmond. We zijn live. Oh, wat heerlijk. Wat gezellig. Ik hou zo van Rijnmond nu tegenwoordig. En dit is de bovenbar. Dus de bovenverdieping. En ja, het ziet er allemaal zo mooi uit. De tegels zijn uit Capri, uit Italië. Het plafond is uit New York. Ga langzaam naar boven, ja. De tegeltjes uit Marokko. En alles is met koper en ja, helemaal leuk. Kijk. We gaan even naar beneden. Dit is het prachtige trappenhuis. Ook helemaal van koper. Ja, goedkoper heet het. Kom, we gaan naar beneden. Hoe lang hebben we nog? Kijk, een exclusief blik voor alle Rotterdammers hier. Kijk nou wat de entree. Alexis Colby en Crystal Carrington. De showtrap in Rotterdam. Oh, kom. Vlug. Kijk nou, wat een zaak. Nou, dit dan is de benedenverdieping. Dat loopt over in een gigantisch mooi kantorencomplex Tribes. Waar 1000 mensen elke dag hier werken. Dus ook koffie komen drinken, lunches nodig hebben. Morgen zijn we open, maar we gaan gefraseerd open. Dus wat we verwachten echt heel veel mensen. En we willen dat iedereen goed bediend wordt. Lekker te eten krijgt. En dat kan niet allemaal tegelijk. Dus als je even moet wachten, dan moet je even wachten. We gaan afronden. Ja. Dankjewel. Dankjewel Rotterdam. I love you. Zei Gordon, alleen die Koolsingel, die moet hij nog even leren uitspreken. Het is bijna zomer, zoals we ook zagen aan het terras van Gordon. Maar in het Rotterdamse stadhuis werd gesproken over Zwarte Piet. En wel over de arrestatie van demonstranten tegen Zwarte Piet in het centrum van Rotterdam. Tijdens de intocht in november. De demonstranten stapten naar de bezwarencommissie van de gemeente Rotterdam. En die hield vandaag een hoorzitting waar helaas niet gefilmd mocht worden. Tijdens de intocht van Sinterklaas op 12 november vorig jaar werden bijna 200 tegenstanders van Zwarte Piet in Rotterdam aangehouden. Ze zouden onderweg zijn naar de officiële Sinterklaas-intocht in Maassluis, maar stapten uit in Rotterdam. De gemeente bood daarop een escorte aan naar Maassluis, maar dat werd geweigerd. Toen de demonstranten het centrum van Rotterdam introkken, werden ze gearresteerd. Volgens burgemeester Abu Talib had de organisatie zich vooraf moeten aanmelden voor een demonstratie, maar deed dit bewust niet. Ja, de burgemeester zegt terecht dat mijn cliënten zich niet hebben gemeld. En dat is ook logisch, want ze waren helemaal nooit van plan om in Rotterdam te gaan demonstreren. Ze zijn hier aangekomen met bussen, wilden mensen oppikken en naar Maassluis gaan. Daar was de landelijke intocht. Het is ook logisch dat je dan daar demonstreert. Er was geen reden om dat in Rotterdam te doen. Uiteindelijk werden ze vastgehouden door de politie. De tijd verstreek. Het had geen zin meer om naar Maassluis te gaan. En toen heeft een deel gezegd, ja, dan willen we graag hier in Rotterdam een statement maken. Maar het was helemaal niet in de insteek. De gemeente gelooft dat niet. Zo waren de bussen gehuurd met als eindbestemming Rotterdam en niet Maassluis. Maar volgens Kick-out Zwarte Piet werden de demonstranten moedwillig gedwarsboomd en waren ze van plan om met de trein verder te gaan. Ja, nou, nogmaals, er was geen plan om in Rotterdam te demonstreren. Dus die kennisgeving, ja, die kon niet gedaan worden. En ook al ben je het wel van plan en doe je die kennisgeving niet, is dat nog niet een reden om een demonstratie te verbieden. Daarvoor... Want u zegt heel duidelijk, hè, ook al zeg je het niet, al geef je geen kennisgeving, heb je alsnog het recht om te demonstreren? Ja, iedereen heeft het recht om te demonstreren en het mag pas worden verboden als de openbare orde met alle inzet van middelen niet kan worden gehandhaafd. Nou ja, dit waren 200 mensen in een stad als Rotterdam, enorm politiekorps, dat had best gekund. Burgemeester Abu Talib zegt dat hij alle reden had om op te treden. Volgens inlichtingendienst AIVD was er een grote kans dat voor- en tegenstanders elkaar te lijf zouden gaan. De openbare orde woog wat de burgemeester betreft daardoor zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting.
Ja, die bezwarencommissie heeft zijn hoorzitting dus nu gehouden, maar het is nog niet bekend wanneer die uitspraak doet. Op de redactie staat Sinclair Bisschop. Het is nu rustig op transfergebied bij onze profclubs. Mogen we dit weekend nog iets verwachten, Sinclair? Nou, ik verwacht eigenlijk geen transfer, maar ja, eigenlijk weet je het in deze periodes nooit hoor, want het kan heel snel soms gaan. Bijvoorbeeld bij Luigi Bruins. Die was transfervrij omdat zijn contract bij Excelsior was afgelopen. Nou, hij kwam terug van vakantie, sprak met Excelsior en dacht eigenlijk gelijk, ik heb eigenlijk geen zin om langer te wachten en tekende voor 1 jaar bij en ook nog een optie voor nog een seizoen. Voor Luigi Bruins wordt het al zijn 8e jaar bij Excelsior. Hij is 30 inmiddels, zijn zoontje voetbalt er ook en hij heeft het prima naar zijn zin. Dus waarom langer wachten op iets anders? Laat ik het zo zeggen, ik heb vaak genoeg meegemaakt natuurlijk dat mijn contract afliep. Bij Nice, bij Feyenoord en dat er uiteindelijk vrij weinig op mijn pad kwam. Ik heb nu ook een leeftijd bereikt waarin ik gewoon bij mezelf denk van, nou weet je, gewoon lekker wat vastigheid. En ja, we gaan gewoon in gesprek en ja, komt er een goed aanbod uit en komen we overeen, dan teken ik gewoon. En heb ik niet echt de behoefte om nog heel lang te wachten. Met Excelsior handhaafde Bruins zich het afgelopen seizoen ook heel knap in de middenmoot. Ze werden uiteindelijk 12e en dat had vrijwel niemand gedacht. Vooraf, iedereen zet ons op de 18e plaats. En misschien qua begroting gezien ook logisch. Ik denk als je puur gaat kijken naar de individuele klasse, vind ik het niet helemaal terecht. Dat hebben we ook bewezen dit jaar. Prima start gehad. Uiteindelijk een hele moeilijke fase gehad waarin er veel gesproken is, veel harde woorden gevallen zijn. En uiteindelijk het met z'n allen weer op het rechte pad weten te krijgen. En eindig ik met het bericht dat oud-Spartaan Pieter Langendijk een nieuwe club heeft. Hij speelde het afgelopen jaar bij RKC Waalwijk, maar hij speelt de komende 3 jaar bij Go Ahead Eagles. Dankjewel, Sinclair. Tot slot in deze uitzending de woning van Grace Siem. Een topwoning, maar hij moet wel gesloopt worden. Siem kocht het appartement van woningcorporatie Woonstad en moet hij nu gedwongen verkopen omdat de boel tegen de vlakte gaat. Het verlies is voor haar rekening. Met deze advertentie heeft hij hem gekocht? Ja. Ik heb deze advertentie gezien en ik vind het leuk. En ik heb die woning gekocht. Een topwoning zie ik, een topper. Ja. Ja, een ronkende advertentie. Kijk, Woonstad is een hele grote corporatie die wist, had kunnen weten dat hier plannen waren. Ze hebben ze zelf ontwikkeld, notabene. Funderingstoestanden zijn ook vaak al langer bekend. Daar hebben ze allemaal over gezwegen. Men had eigenlijk moeten zeggen, joh, het is misschien een punt dat je over 5-6 jaar weg moet omdat wij dan willen slopen. Ja, dan koop je natuurlijk niet. En daar is helemaal niks over gezegd tegen mevrouw? Met geen woord. En mevrouw Siem pakt in 2011 de verbouwing van haar nieuwe huis dan ook grondig aan. Helemaal top renoveerd. Nieuw koken, nieuw badkamer, nieuw toilet en ook een nieuw groep meter ook gezet. Al met al is ze €114.000 kwijt voor koop en verbouwing. Maar woningcorporatie Woonstad biedt haar nu €95.000. En dat betekent een verlies van bijna €20.000. Dat is te veel. Hoop geld? Ja. Het is natuurlijk een rare zaak als je een woning koopt. Dan doe je dat voor 10, 20, 30 jaar. Je stopt er geld in. Het is natuurlijk heel bizar als de verkoper dan na een paar jaar zegt, en dan moet u hem maar weer aan ons terugverkopen. Dat is niet wat je in Nederland vaak meemaakt, gelukkig. Ook de oppositie in Rotterdam vindt dat huizeneigenaren niet de dupe moeten worden van Sloop op Zuid. Maar op het moment dat je gedwongen wordt vanwege een ontwikkeling waar we allemaal van vinden dat die goed is voor Zuid, maar gedwongen wordt om je woning te verkopen, ja, dan moet het niet zo zijn dat je daar verlies op leidt. En zeker niet in deze tijden tot we met stijgende prijzen te maken zijn. Want ook een nieuw huis wordt voor die mensen ook alweer een stuk duurder. Dus eigenlijk zet je ze op een kansloze achterstand. De boel zit al dichtgetimmerd en de sloop zou volgende maand moeten beginnen. Maar beide partijen zijn er nog lang niet uit. Ja, je hebt echt veel pijn gehad. Omdat dit is niet wat je hebt verwacht. Woningcorporatie Woonstad vindt dat ze een passend bod hebben gedaan en hoopt er via de advocaten alsnog uit te kunnen komen. En dat was het. Meer nieuws op Rijnmond.nl. Prettig weekend.